2 jaar geleden plotsklaps haar gedenkplaat kwijt. De plaketten herinnerden aan de 1000 Nederlandse militairen die in 1939 in het plaatsje langs de Waal bij Druten neerstreken. Dat gemis is vandaag hersteld. Met de replica heeft het dorpje weer een blijvende herinnering aan de gemobiliseerde Nederlandse militairen die vanaf begin september 1939 in Puiflijk gelegerd waren. Puiflijk telde ongeveer 1000 inwoners, was strategisch heel gunstig gelegen. En dat is de reden geweest dat het dorp in die tijd bijna net zoveel militairen, officieren en onderofficieren ontving als dat het dorp aan inwoners telde. Vlak na de Duitse inval vertrokken de militairen 12 mei 1940 naar de Grebbeberg om daar strijd te leveren. Later schonk het bataljon het dorp de plaketten uit dankbaarheid voor de gastvrijheid van de dorpelingen. 2 jaar geleden is de originele gedenkplaat gestolen. De gemeente schonk de replica. En ik hoop dat mensen met de vingers vanaf blijven. En dat iedereen hier in de buitenlandse dat hij nog tot in de lengte van jaren van deze plaketten mag genieten.